En dan is het nu tijd geworden voor... En ondertussen is onze Inge... Ben je aan het zoomen? Daarbij komen zitten. Een secondje, hè. Wat gaat het doodslagen? Nee, stop, stop, stop. Nee, nog niet. Klop. Het is wel belangrijk dat je diertjes laat leven, Maarten. Maarten, Maarten. Ja, ik heb ze, denk ik. Nee, toch nee, niet. Maarten, je moet diertjes laten leven. Ja, ja, wacht. Ja, dat was ze. Goeiedag, Inge. Fijn dat je erbij bent. Dag, Maarten. We gaan het hebben over insecten. Best wel nuttige diertjes. Ja, die mag best niet doodslagen. Ook niet dan, hè. Schitterend, zeg. Zeg maar, nee. Ja, want ja. Insecten, we hebben die in de tuin rondlopen, dat zijn misschien niet altijd de gewenste beestjes. Wat? Maar toch... Zijn ze er en zijn ze best nuttig, hè? Ik denk bijvoorbeeld aan lieveheersbeestjes, die brengen geluk. Dus dat is ook een insect, dus waarom niet? Want we hebben de bijen natuurlijk. Ja, bijen. Die zijn goed voor de fruitsector. Heel nuttig. Ik bedoel, we hebben te weinig bijen momenteel. Ons ecosysteem is helemaal overhoop gehaald. Dus we hebben heel veel belang aan bijen. Heel nuttige diertjes voor de bestuiving van groenten, van fruit, van andere planten. Absoluut. Zonder bijen zou het eigenlijk bijna niet mogelijk zijn. Klopt. Wij kunnen niet leven zonder bijen. Nee. Dus dat is best serieus. De bijen hebben we, dan de lieveheersbeestjes. Ja. Die eten de plaagdiertjes op. Yep, inderdaad. De bladluizen vooral. Ja. Ja. En dan hebben we vleermuizen. Iedereen vindt dat een beetje eng, maar ik vind dat heel leuk. Dat plakt niet in je haar trouwens, hè, Maarten. Ze kunnen heel fijn dingetjes zien. Dus soms zeggen de mensen dat vleermuizen in je haar gaan plakken. Ja. Dat is zo'n ding dat iedereen gelooft. Dat is absoluut niet waar. Heeft zijn eigen leven gaan leiden, maar... Die zien heel goed in het donker. Die zien hele fijne draadjes ook. Dus die kunnen perfect een spinnenweb ontwijken, bijvoorbeeld. Trouwens, om het over het zien in het donker te hebben, er zijn blijkbaar nu contactlenzen gemaakt waardoor je in het donker kan kijken. Dus die moet je gewoon in je ogen doen en dan kan je gewoon in het donker zien. Zoals een insect. Ja, dit volledig terzijde. Sorry. Okay. Dus vleermuizen, lieveheersbeestjes, bijen. En dan onder de grond natuurlijk ook, de wormen en dergelijke. Ja, egels vooral. Hè. Niet onder de grond, maar tegen de grond natuurlijk. Ja. Die de wormen dan eten eigenlijk. Ja. Ja. Maar als je kippen hebt, is dat dan weer niet zo uit. Tenminste, de eitjes gaan er wel aan voor de moeite natuurlijk. Maar niet altijd hoor. Je kan, als je je bakken van de kip iets hoger plaatst, de kip kan in principe een trapje op en daar gaan liggen, dan kunnen blijven de egels er ook af. Ah, oké. Okay. En als je een haan hebt om te beschermen, het territorium, komt dat ook helemaal in orde. Ah, dus een haan houdt de egel ook weg? Ja, ook veel, ja. Absoluut. Okay. En ik heb er ganzen bij en die slagen dan alarm. Dus want egels, als die bewegen, die maken zo'n snuivend en ritselend geluid. En voilà. En die kippen en die eenden, die zien het al van mijlen ver aankomen. En die gaan dan alarm slaan voor al de eenden. Dus alright. De combinatie kippen en eenden is ideaal. Het is een biologisch alarmsysteem eigenlijk. Ja. Maar ze doen dat ook als er een kat voorbij komt. Dus... Ja, goed. Er moet nog wat bijgestuurd worden, wil ik je zeggen. Ja. Nu, uiteindelijk, we hebben te schone tuinen in Vlaanderen, waardoor dat die beestjes eigenlijk geen kans meer hebben om te overleven. Hè. Eindelijk iemand die dat bevestigt. Mijn partner zegt altijd, wat is dat hier voor een rommeltuin? En ik zeg, dat is keimooi. Dat is diervriendelijk. We hebben een foto gevonden van uw tuin trouwens. Kijk eens even mee. Nee, dat is niet waar. We moeten wel eens in bezorgen, want uiteindelijk rommel. Ja, voor de ene mens is dat rommel en voor de andere is maar dat... Maar ik heb in het midden gazon en aan langs de kanten gewoon redelijk wild. Met allerlei variaties, verschillende kleuren, verschillende planten, verschillende geurtjes. Allemaal door elkaar, dus helemaal, dat ik zeg, een beetje rommelig. Maar dat is wat insecten leuk vinden. Dat is waar ze naartoe komen. Ik heb ook vlinderstruiken die heel specifiek zijn. Ik heb huisjes voor bijen hangen. Ja, want inderdaad, je kan de diertjes effectief helpen. Je kan wat dingen laten liggen, waar ze onder en op kunnen kruipen. Maar je hebt ook dingetjes die ze verkopen. Stel dat je geen rommel in rond de deur wil, hè, dan zijn er bepaalde andere mogelijkheden. Dat zijn dan insectenhotels. Ja, dat klopt. Je hangt die gewoon op een hogere plaats omhoog. Zeker als je voor vleermuizenhuisjes omhoog gaat hangen of zo, dat de katten en de honden daar niet aan kunnen natuurlijk. En ik heb natuurlijk ook katten en honden, dus ze moeten altijd op minimum 3 meter hangen. Ja. Maar het zijn in heel simpel dingen dat je kan aantrekken. Hè. Bijvoorbeeld brandnetels blijven bij mij lekker staan. En je kan die dan zo in een hoopje zetten. Dus één hoekje alleen maar brandnetels. Ja. Dat is gezond voor mij, want ik maak graag brandnetelsoep of brandnetelstoofpot. Ja, absoluut. Heel lekker. En, maar heel goed voor de insecten, want daar zitten veel bladluisjes op dikwijls. Daar zitten heel veel... En vlinders broeden daarop blijkbaar. Vlinders, en hebben dat ook nodig. Heel veel vlinders kunnen alleen maar leven van, brandnetels. Ja. Nu, vlinders zie je ook minder en minder. Als ik dan naar mijn eigen jeugd kijk, toen de tuin was een en al vlinder. En nu eigenlijk af en toe zo, dan is het een uitzondering van...
Er is nog eens een vlinder. Ja, dat is eigenlijk ook jammer. Dat is zo mooi. Ja. Maar je hebt nu, ik weet niet of je al het gezien hebt, maar je hebt zo een speelgoed, zal ik maar zeggen, voor kinderen. Dan kan je rupsjes kopen op het internet. Je steekt die in zo'n systeem. In zo en dan worden dat natuurlijk vlinders. Heel dat circuit kan je dus meemaken. En dan kan je die loslaten in je tuin. En als je dan een insectvriendelijke tuin hebt, ja, dan is dat perfect. Hè. Dan gaan die daar blijven rondhangen. Vliegen. Fantastisch. Dus dat is gewoon dat doosje daar. Ja. En dan gewoon rupsjes. Kinderen zien dan ten eerste al hoe dat het in zijn werk gaat in de natuur. En laten dan de vlinders vrij. Ja, ik vind dat super. Ik ben gek van vlinders. Voor mij heeft dat ook een speciaal betekenis. Een vlinder is het einde van iets en het begin van iets nieuws. Ja. Nu, vlinder is eigenlijk wel een dier avant la lettre, want ze hebben een soort van zonnepanelen op hun vleugels. Hè? Ja, het zijn koelbloedige dieren. Ja. Dus ze hebben echt de zon nodig om op temperatuur te blijven. En ze kunnen pas vliegen als ze ongeveer een 20 graden of zoiets hebben, dus van lichaamstemperatuur. Dus ze hebben echt zon nodig. En ja, als je een huisje, insectenhuisje, hangt dat altijd richting de zon. Dat je niet in de schaduw hangt, goed in de volle zon. Zodat ze daar in de dag goed kunnen opwarmen en 's nachts helemaal kunnen in wegkozen. Ja. En dan, maar uiteindelijk, dat geldt dan voor de vlinders, maar voor andere beestjes is misschien schaduw nodig, of niet? Wel, vleermuizen hebben bijvoorbeeld ook zon nodig. De meeste insecten hebben veel zon nodig, hoor. Ja. Ja, en egels, van het moment dat ze het niet meer zien zitten, gaan ze inderdaad wel schaduw opzoeken. Ja. En ben je daar dan echt heel fel mee bezig, met die insecten en zo? Dat is eigenlijk het leuke aan zo'n tuin, hè. Dat gaat vanzelf. Je hoeft, ik heb dan boomschors onder de struiken liggen, dus ik hoef niet veel onkruid te trekken. Bepaalde onkruid mag blijven staan. Af en toe is wat te snoeien, maar voor de rest heb je één variatie. En als het ene opbloeit, komt het andere weer in bloei. En je hebt er zo weinig werk aan zo'n insect positieve tuin. Ik vind dat geweldig. Ah, dat een goed excuus, hè? Ja, inderdaad. Ja, dus laat je takken, je snoeisel liggen. Ik heb trouwens ook gehoord dat je het rotfruit onder je boom ook mag laten liggen voor de vlinders. Klopt. Absoluut. De vlinders gaan daarvan eten. Er zijn heel veel vlinders die ook daar alleen van leven. Niet alleen van nectar of van brandnetels, maar ook van het fruit. En voor mijn kippen en mijn eenden is dat ook feest. En die lopen allemaal los rond? Alles loopt door elkaar. Echt? Super. Dus die zitten niet afgebakend in een hok of zo, die lopen gewoon bij jou de keuken binnen? Nee, dat nu niet. Ik heb eerst een tuin en dan een wei apart met de fruit, waar de kippen zitten. Ja, geweldig, fantastisch. Inge, bedankt voor de tips alleszins. En ik mag natuurlijk ook enkele winnaars bekendmaken die een waardebon gewonnen hebben van Tom & Co. En we hebben natuurlijk de foto's voor jullie op een rijtje gezet. En de eerste foto is van Vera Monen uit Diepenbeek. Een heel mooie foto met het hondje. Dan hebben we ook nog Mark Opgenaffen. Uit Meerhout, omdat deze trouwe viervoeter Diesel het verdient om eens in de bloemetjes gezet te worden. En uiteindelijk hebben we ook nog Corrie Leenaerts uit Vlijtingen, omdat ik hem mooi vind in een prachtige omgeving. Het is wel leuk natuurlijk. Hè? Een heel dikke proficiat aan jullie alle drie. Jullie hebben een waardebon van Tom & Co. gewonnen. En voor jullie thuis, als jullie ook een waardebon willen winnen, gewoon even je foto met je huisdier opsturen. Dat kan gewoon via het internet naar tvl.be surfen. Dan op doe meeklikken. Zie je knop staan, snuffels liever. En dan gewoon je foto posten. Ik heb trouwens van jou nog geen foto gezien. Ah, mag ik ook geen posten? Ja, mag dat ook. Ik verwacht volgende week een foto van jou en Benjo. Oké, dat ga ik doen. Oh, fantastisch. Check. Inge, dank je wel. Volgende week. Snuffels, in samenwerking met Tom & Co.